Veel spelers, met name de PlayStation Nation, zoals ze in de volksmond gekend zijn, moesten het jaren stellen zonder de co-op carnage en de diversiteit die Left 4 Dead injecteerde in de gamewereld. Het spel bestormde de markt als een zwerm bloeddorstige zombies, met succes door zijn lage instapdrempel en lichte gameplay. Left 4 Dead spitste zich wel voornamelijk toe op online co-op. Je kan de scenario's gerust alleen doorspelen met AI-teammates, maar de game is duidelijk ontworpen om met vrienden of zelfs met willekeurige spelers te veroveren. Deze Back 4 Blood is de spirituele opvolger van Left 4 Dead, in elkaar geknutseld door hetzelfde team en introduceert dus een geheel nieuw publiek aan diezelfde apocalyptische aantrekkingskracht. Maar Back 4 Blood draait rond meer dan je zomaar wildschietend een weg te banen naar de safe rooms, en daar hebben wij een kleine video over klaarstaan. Hier zijn vier redenen waarom Back 4 Blood meer is dan zombies omverknallen. Games halen vaker dan je denkt hun mosterd bij tabletop games, en Back 4 Blood behoort tot diezelfde groep. Met het kaartendek dat je zelf in elkaar puzzelt, is het mogelijk om een stel bonussen samen te stellen die aansluit bij je eigen speelstijl. Kaarten variëren van je stats te verhogen, tijdelijke buffs te triggeren, tot het toedienen van teambonussen. En bij elk level dat je succesvol voltooit in een run, krijg je de optie om zo'n nieuwe kaart uit je deck in actie te leggen. Hoe verdien je de kaarten dan nog, hoor ik je luid op vragen? Door supply lines vrij te kopen, en die zijn dan weer te unlocken met de punten die je verdient door levels uit te spelen en speciale objectives tot een goed einde te brengen. Wie dus blijft spelen, verzamelt meer kaarten, kan een krachtiger kaartendek vormen en zich bewapenen voor de grotere uitdagingen die op hogere moeilijkheidsgraden je te wachten staan. Onze cleaners spelen ook een rol, elk met hun eigen startwapens en speciale vaardigheden. Doc, Jim, Carly of Walker, om er maar een paar op te sommen, zijn enkele van de beschikbare personages waarmee je de campaign solo of met vrienden doorloopt. Die speciale vaardigheid die ze elk hebben is zowel met betrekking tot jezelf als het team. Je zou kunnen zeggen dat de overlevenden waarmee je speelt dus ook in synergie staan met het kaartendek van ons vorige segment, dat je doorheen je Back 4 Blood avontuur samenstelt. De cleaners beschikken bovendien niet over een Swiffer of een Dyson stofzuiger als een of andere post-apocalyptische meneer Proper, maar ze kunnen via de supply lines wel nieuwe kledingstukken verzamelen, zodat je ze kan customizen naar eigen goeddunken. Ze hebben dus niet alleen een distinctieve look en feel, ze dragen elk ook iets bij aan de co-op gameplay en de sterktes van het team. Wanneer we praten over koper in Back 4 Blood, insinueren we niet dat je speelt als een Oost-Europese bende die een zwart handeltje in metalen onderhoudt. Dan hebben we het over koper als een munteenheid tijdens je run. Hier en daar liggen hoopjes koper voor het rapen die aan de start van een nieuw level individueel ingezet worden om, opnieuw, teambonussen te geven of accessoires, beschikbare wapens en attachments te kopen, waaronder je een vizier, een geweerlade of een groter magazijn mag verstaan. Die upgrades blijven enkel actief in een run en de inzet wordt dus groter en groter naarmate je meer koper inzet doorheen de gehele campaign. Telkens je een nieuw level betreedt, maakt de game checkpoints aan, zodat je altijd wel opnieuw de draad kan oppikken in een bepaald level als het ooit eens fout loopt. Starten vanaf een checkpoint met een nieuwe run betekent wel dat je opnieuw alles van nul moet upgraden. Voorzichtigheid is dus zeker geboden, of zoals het oude spreekwoord luidt, spreken is zilver, koper is goud. Of zoiets. Maar niet alles speelt zich af in co-op. Back 4 Blood biedt nog een extraatje waardoor je even de gore en chaos van de andere kant kan beleven in een competitieve modus genaamd Swarm. In deze mode moeten beide teams van vier spelers elk in een kleine arena trachten van het andere team zo snel mogelijk te elimineren met alles wat er ter beschikking ligt. De twee teams krijgen de kans om aan zowel de kant van de cleaners als de ridden, zijnde het equivalent van de monsters in dit spel, te spelen. En aan de hand van een timer wordt beslist wie wint. Wie dus het snelst het andere team weet uit te schakelen, scoort een punt. Het eerste team dat twee zulke rondes wint, wint de volledige match. Het is misschien niet de hoofdmode van deze co-op game, daar geef ik het eigenlijk al een beetje weg. Maar de afleiding is af en toe welkom om als ridden even zelf de cleaners het leven zuur te maken. Dat zijn vier redenen waarom Back 4 Blood meer is dan zombies omverknallen.
De bergen ondoden stapelen zich zeker op als je de game enkele keren met of zonder vrienden doorkruist. Maar deze vier punten zorgen toch voor de nodige variatie. En dan hebben we het nog niet gehad over de corruption cards bijvoorbeeld, die ervoor moeten zorgen dat elk level telkens wat fris aanvoelt. Laat ons hopen dat de uitbreidingspas voor meer interessante scenario's zorgt, zodat we nog meer dan voldoende worden teruggezogen in Back 4 Blood met al zijn aantrekkelijke co-op facetten. Veel succes toegewenst met deze Back 4 Blood, dat zal zeker en vast nodig zijn op de hogere moeilijkheidsgraden. En dan zien we jullie hopelijk in een volgende video terug.